We gaan nog even kijken naar kunst in Valkenburg en gezien in Valkenburg. Vandaag is het een hele drukke dag hier in de Oude Molen in Valkenburg. Als je het hebt over kunst en cultuur, dan is het wel een cultuurgoed wat we hier in Hartje Valkenburg hebben. Een oude molen die nog functioneel is en waar we even een rondgang gaan maken met de molenaars die hier nog werkzaam zijn. Dit is een hele bijzondere molen. Hij heeft dus een turbine. De normale watermolens die de meeste mensen kennen, die hebben dus een groot schoeperrad aan de buitenkant. Maar deze heeft dus een turbine. De turbine die draait dus niet verticaal, maar die draait dus horizontaal. De snelheid van de as die u daar ziet draaien en de tandwielen, die kan dus geregeld worden door de waterinlaat meer of minder te maken, waardoor je dus meer snelheid uit het water kunt halen. Nou, hij krijgt dus zijn water vanuit de molentak, die is dus afgesplitst van de geul. Ja, het proces van de molen dat begint eigenlijk bij het transport eerst. Het kraan moet op een of andere manier naar beneden vallen tussen de molenstenen in. Nou, het maalgoed wordt eerst omhoog gebracht. Nou, dat gebeurt door middel van een elevator. Dus een eindloze band met allemaal bakjes erop. Die worden, beneden worden ze volgeschept. Boven gaat het bakje op de kop weer terug. Wat in het bakje zit valt er uiteraard uit. Valt in de silo als een soort tussenopslag. En vandaar vandaan kan het dus naar de maalstenen toe. Hier staan we dus bij zo'n molensteen. Ja, dit is wat wij in molenaarstermen noemen de molen of de maalstoel. Mm-hmm. Het graan valt naar beneden toe, dat valt hier naar binnen toe. Dit is een opengewerkte maalkoppel. Mm-hmm. We hebben dus een steen die ligt dus eigenlijk gewoon stil. Oh. En deze steen die loopt er dus overheen. Dus die wordt dus aangedreven door de turbine helemaal beneden. Ja. Ach. Nou, het maalgoed valt hier naar binnen toe, wordt kalemaan steeds fijner en nog fijner. En aan de buitenkant komt het milder uit. Nou, we hebben nu een beetje het proces van de hele molen gezien. En we staan nu bij de molenaar van deze molen, Hans Kamp. En jij staat hier brood te bakken, Hans. Dat klopt. Ik ben even fout bezig vandaag. Nee, het is zo. Ik ben molenaar. En molenaars die malen graan tot meel. En dat meel wordt doorgaans gebruikt om brood te bakken. En om het graan goed te kunnen malen, heb ik me wat verdiept in het broodbakken. Mm-hmm. En dat is gewoon uit de hand gelopen. Het is speldbrood? Het is 100% speld. Ja. We gebruiken hier alleen maar speld, 100%. Heel in het kort komt op neer dat speld in tegenstelling tot tarwe niet veredeld is. Verder heeft speld nog een aantal voordelen. Het heeft wat meer smaak. Het staat zijn energie ook langzamer af. En dat is voor sporters is dat vaak belangrijk. Ja, we staan hier bij nog een molenaar van de Oude Molen, Piet Jansen. Jij bent ook hier molenaar. Dat klopt. Twee keer per maand zijn we hier bezig met allerlei dingen. Met malen, broodbakken, pannenkoeken maken. Ja. Nou, dat soort zaken allemaal. En dat zijn ook weer specifiek speldpannenkoeken, begrijp ik. Absoluut. Wij zijn in deze molen toch een beetje gespecialiseerd in speld. De pannenkoeken die we hier maken zijn uit 100% speldmeel. En nou ja, je ziet dat die pannenkoeken toch gretig aftrek vinden.